Hey allemaal, welkom bij verhuisvlog nummer 6 alweer. En ik wil jullie als eerste super erg bedanken voor alle positieve reacties op deze vlogs. Want ja, ik word er heel vrolijk van. Volgens mij vinden jullie het leuk om te zien. Dus dat is fijn. En in deze vlog is het een beetje anders, want eigenlijk neemt Marco jullie mee in plaats van ik. Hij was gisteren de hele dag in het huisje klussen. En ik was gewoon werken. En ik heb 's avonds alleen maar wat ingepakt met mijn moeder. Het is hier weer wat leger. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Zoals je ziet, staan er vooral nog lege meubels. En hier zijn ook alle laadjes nu leeg. En het servies is er allemaal uit, behalve eigenlijk dit. Dan moeten we gewoon verplicht afwassen, ook best handig. En dit willen we niet meenemen, dus het gaat gewoon weg. En nu gaan we over naar Marco. Zo. Gisteren heel druk bezig geweest met alle muren schilderen. Die muur en die muur. Hey. Wat ze dus gedaan hebben. Wat eigenlijk ook wel nodig was. Is nog steeds even wat gaatjes. Zoals die eigenlijk daar achter zaten. En daar en daar en daar. Allemaal toch nog even gedicht. Nou, resultaat. Nog een keer verder. Leuk. Nu komt er nog een andere muur die ik ook gedaan heb. Bleek heel veel gaatjes erin te hebben. Best wel industriële muur. Hetzelfde geval. Helemaal dichtgestuukt. Resultaat. Nog een keer verven. Leuk. Hetzelfde daar. Nee, daar. Daar. Ja. Nu even kijken. Heb ik het allemaal ook weer met voorstrijk ingesmeerd. En kan ik beginnen met verven. Oh ja, deze muur. En die. Zijn zo goed als onaangetast op dit kleine stukje hierna. Maar dat is niet erg. Oh, kan wel niet scheren, joh. Oh. Ja, flink. Dus, deze muur die kan ik nu ook gaan schilderen. Die daar. Dus, genoeg te doen. Hoi Sarah. Ah, je staat op de camera erbij. Ha. Ja, zeker, zeker. Hé, hey, maar vind je dat ik voor deze groente biertje heb verdiend? Yes, yes. Ah, die staat klaar. Tijd om wat te eten.
boterham met pindakaas. Oh ja. De deur loopt nu van woonkamer naar slaapkamer. Die is weg, maar even kijken of je het een beetje kan hier op de achtergrond. Die is ook mooi geschilderd. Nou, je ziet het een klein beetje, maar ik ben er nu al blij mee, want dit was de eerste tweede laag eigenlijk. Nou, die kamer waar ik eigenlijk ook helemaal niet zo blij mee was, dat die in de muur helemaal weer gestuukt was. Daar ben ik eigenlijk toch best wel heel erg blij mee, want... Dat was hem. Gaat er nog een keer. Dus, daar komt misschien nog één laagje op. Dus ja, het was goed. Andere slaapkamer, allemaal vlekken op de muur zaten. Ook niet meer. Plinten zelfs gedaan, of de randjes allemaal gedaan. Zelfs hier ook de plint weer, dus hier kan ook een vloer gelegd worden. Even kijken. Nou, deze muur die had niet heel veel gedaan, maar aha. Yeah. Oeh, dat ziet er goed uit. Hoef ik ook niet meer veel aan te doen. Daar even snel een klein beetje inzoomen. Dan zie je dat de vensterbank alweer ligt. Dus dat gaat ook goed. Maar dan nu. Ben ik aan het verven op een plek where all the magic happens. Tam 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 tam. Net een muur, stofvrij, schone wc. Zelfs dat ding schoongemaakt. Zo, ik ben er klaar mee voor vandaag. Nou, dit was de vlog weer voor deze keer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je de verhuisvlogs leuk vindt. Volgende keer beloof ik jullie is het echt wat anders dan schilderen. Dan gaan we beginnen met de vloer leggen en dan gaan we ook echt daadwerkelijk verhuizen. Dus dat zien jullie waarschijnlijk in de volgende vlog. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!